Wij zijn PS Jong, de jongere tak van Stadsgezelschap PS Theater in Leiden. Voor Theater Na de Dam maken we een vijfdelige videopodcast over een van de grootste verzetshelden van Nederland, Johannes Post. Even mensen uitnodigen. Jongens, dit is Lisa. Lisa begint haar zinnen altijd met: jongens. Oké, nou dat iedereen er echt is. Oh, nou, nu toevallig net niet. Kom nog wel een keer. Ze is in ieder geval de mediator van de groep. Vandaag gaan we research over Johannes Post. Dit is Jeroen. Heeft iemand hem ooit in een lange broek gezien? Het maakt niet uit in welk seizoen je hem tegenkomt. Hij heeft altijd een korte broek aan. Want het blijkt dat we best wel weinig over hem weten. Blijkbaar dus. Dit is Cato. Je zal haar vast snel horen, want ze heeft overal wel wat op te zeggen. Maar ze is ook een van de trouwste PS-jongers. Gezellig. Ik weet niet wie idee heeft over hoe wij willen gaan researchen. Dit is Iris. Ze doet geen vlieg kwaad, is super lief, maar heeft de spanningsboog van een goudvis. We kunnen gewoon ophangen of zo en dan over een kwartier weer allemaal bellen. Dit is Jeroen. Jeroen 2. Jeroen Big, nieuwe Jeroen. Er zijn duizenden namen voor deze jongen. Hij heeft de meest vette ideeën en vindt het daarom zeker niet erg om de leiding te nemen. Ja, we moeten sowieso wat googlen en zo. Gewoon als we het soort van splitsen. Dit is Fieke. Als er ook maar een tekst of een scène geschreven moet worden, zal zij de eerste zijn die hiermee aan de slag gaat. Haar haar heeft wel elke keer een andere kleur. Blond, roze, rood, wat niet. Ja, groepjes maken is handig, toch? Dit is Jona. Als je iets wil weten over een onderwerp, is Jona dé persoon. Voor je het weet, heeft hij elke Wikipedia-pagina al geopend en helemaal doorgenomen. Ja. Ja, let's go. Oké, wie gaat wat doen? Dit is Wouter. Als iemand je aan het lachen kan maken, is hij het wel. Elke repetitie is hij het zonnetje van de groep. Volgens mij kunnen jullie of oude nieuwsbronnen zoeken of naar nieuwsbronnen van nu. En dit is Abel. Abel is ook wel de kleinste van de groep, maar dat neemt niet weg dat hij heel serieus aan opdrachten werkt. Soms dan, als je geluk hebt. Je kan van kranten, oude kranten en zo. Dit is Hatja. In eerste instantie lijkt ze misschien wat stil, maar zodra ze aan de slag gaat, klapt ze helemaal open. Dit is Celia. Celia kan heel goed luisteren. Maar als ze een keer niet luistert, komt ze met hele goede ideeën. Ja. Dag, lieve schat. Succes, jongens. Mijn naam is trouwens Aukje. Ik regisseer PS Jong. In het kader van Theater Na de Dam en 75 jaar bevrijding heb ik samen met deze jongeren besloten om in het verhaal van Johannes Post te duiken, die zijn verzet voor een groot deel vanuit Rijnsburg vlakbij Leiden organiseerde. Een verhaal dat voor iedereen een andere waarheid bleek te hebben. Oké, Johannes Post was een verzetsheld in de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Aflevering 1 klinkt als het begin. Maar wij waren eigenlijk al eerder begonnen met het maken van de voorstelling De Zaak Post. Nu maken we een nieuw begin met deze videopodcast vanuit ons eigen huis. Voordat we echt beginnen, delen wij met jullie wat wij tot nu toe te weten zijn gekomen over de verzetsheld Johannes Post. Ik weet dat hij een verzetsheld was, maar verder ga ik niet komen. Hij was getrouwd, geboren in Nederland. Hij had toch ook nog een vrouw en best wel veel kinderen? Hij had 8 kinderen. Of 9. Hij was de leider van een van zulke knokploegen. En nou ja, een van de bazen van het landelijk verzet. Hij woonde met zijn gezin op een gegeven moment in Rijnsburg. Maar daarvoor in Drenthe volgens mij. Volgens mij is er ook een Johannes Poststraat in Rijnsburg, bedenk ik me nu. Hij hielp ook onderduikers met naar slaapplekken brengen. Hij hielp Joden en Joodse kinderen om onder te duiken. Ze hielp zeg maar Joden om Hitler te saboteren. Volgens mij kwam hij ook aan distributiebonnen, vervalste persoonsbewijzen en zat hij bij het gewapend verzet. Nou, grote landelijke activiteiten in ieder geval. Ze waren met meerdere kinderen en ze werden op
aparte adres ondergebracht nadat Johannes Post werd opgepakt. Hij was ook gestorven en ik weet het niet zo goed. Zijn graf staat in Overveen. Of hij is daar neergeschoten. Zoiets. Hij is in de duinen gefisoleerd. En er is ook een boek over hem geschreven, dacht ik. Over zijn leven en zijn werk. Ja, wat heeft hij nog meer? Nee. Ik heb nog nooit research naar hem gedaan. Hij probeert vooruit te helpen en goed te doen. Ik weet alleen niet of dit nu echt de hele waarheid is. Stop. Dit is het. We weten niet wat de hele waarheid is. We weten nu alleen een paar losse feiten over één man en grote verhalen over het verzet. Wat is de hele waarheid? En hoe weet je wat de hele waarheid is? Hoe komen we erachter wie Johannes Post echt was?